Ruim 60 experts uit 20 verschillende landen zijn in Suriname bijeen om van gedachten te wisselen over de bescherming van de zeeschildpadden in onze regio. Deze driedaagse conferentie is georganiseerd door de Wild Caribbean Sea Turtle Conservation Network, oftewel WCTN. Karen Eckert, Executive Director WCTN, deed de opening. Ze gaf aan dat de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de zeeschildpadden geëvalueerd moeten worden. Ook Suriname, met zijn belangrijke broedplaatsen te Braamspunt en Galibi, wordt geëvalueerd. Kapitein Ricardo Pane van Christian Condré in Galibi maakt zich zorgen over de steeds toenemende stroperij. De activiteiten zullen bepalen hoe lang nog de zeeschildpadden zullen komen. Ik kan niet zeggen. Zijn er geen oplossingen hiervoor? Nou, daarvoor zitten we hier. Om te kijken. Ik denk dus dat de overheid in het bijzonder een ander beleid moet uitstippelen. Zoals? Middelen vrijmaken. Want er wordt niets in de begroting van het land gedaan, eigenlijk. Er wordt geen begroting gebracht. Als WWF of zeg maar internationale organisaties niets doen, dan zijn de gevaren groter. Dus ik denk dus dat onze regering een betere aandacht moet hebben voor de situatie op Galibi. Want de stranden zijn niet zomaar stranden, zijn de wereldberoemdste stranden die we hebben. Toch? En al die mensen, die gasten die hier zijn, die hebben die stranden niet. De zeeschildpadden die in Suriname hun eieren komen leggen zijn de Warana, de Krapé en de Aitkanti. Oceans and Wildlife Coördinator Hanneke van Lafieren benadrukte dat de problematiek van de stropers zo snel mogelijk moet worden opgelost. Elk jaar is er een samenwerking tussen WWF Guyana's en Natuurbeheer om op de stranden te gaan zitten om zowel de tellingen van de nesten en de zeeschildpadden te doen. In samenwerking met de jachtopzieners om de controles te doen tegen illegale praktijken zoals stroperij. Helaas zitten we nu al mid-maart en is er nog geen presentie op de stranden. En dat heeft gewoon bepaalde interne problemen in het ministerie waar het wat vertraagd is. Maar ja, voor ons is het belangrijk dat we zo snel mogelijk natuurbeheer daar op het strand hebben. Zodat we alle illegale praktijken kunnen stoppen. Want we zitten nu eigenlijk al in een piek van het seizoen voor de groene schildpad, voor de krapé. De Aitkanti piek zit in april. Dus we moeten zo snel mogelijk gaan zitten op die stranden. En dit jaar is het gewoon helaas later dan normaal. En dat is jammer. Dus ik hoop dat dit ook helpt om toch een beetje een push te geven voor de regering ook. Van, hoe uniek is het dat we hier zulke belangrijke legstranden hebben van deze schildpadsoorten. Een van de grootste legstranden voor de Aitkanti wereldwijd. Willen we dat ophoudt? Tot zover Hanneke van Lafieren, coördinator Oceans and Wildlife. Ze sprak op de internationale bijeenkomst over de bescherming van zeeschildpadden. De conferentie wordt gehouden in de bankethal van Hotel Turarica en duurt van 19 tot en met 21 maart.